Tumpa girl, Tumpa at them. Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe trainingsvlog. Vandaag ben ik samen met Mark en we gaan een borst-tricep workout pakken. Oftewel dag 2 van mijn trainingsschema. Laten we beginnen bij de eerste oefening, dat is de incline bench press. We begonnen met 2 lichtere warming-up setjes. Hier deden we dan 12,5 kilo, ongeveer 10-12 herhalingen. En daarna pakten we 22,5 kilo, ook weer 10-12 herhalingen. Daarna begonnen we aan onze werkset en we doen daar 4 series 8 herhalingen. Dus 8 keer op en neer. En we gebruiken 30 kilo. Het mooie is, het wordt elke keer zwaarder, want wij gaan dus niet zwaarder in gewicht. We houden dezelfde herhalingen aan. En sommige mensen vinden dat wel fijn. Ik vind het makkelijker om het gewoon bij te houden. Want als jij een heel klad blaadje hebt van oké, ik deed 6 keer met 34 en ik deed 8 keer met 32. Dat wordt een beetje lastig bijhouden en progressie is zo belangrijk. Ik lette iets meer op die pauze, maar Mark's uitvoering zag er ook heel erg mooi uit. Want ik weet nog onze eerste training, dat was echt wel een verschil. Heerlijk. Door naar de cable press, tweede oefening. Hoppa. Dit is tegenwoordig mijn favoriete borstoefening, omdat je voelt die borst zo goed werken als je hem goed uitvoert natuurlijk. Je zit gewoon relaxed op een stoeltje. Ik zet het stoeltje wat hoger, zodat ik makkelijker hem uit mijn borst haal in plaats van mijn schouders. Want dat hebben veel mensen, dat ze bij cable presses of bij flies heel erg hun schouders gebruiken. En we deden hem allebei keurig. We gingen best wel zwaar. En we deden 3 series, 10 herhalingen. Super lekkere oefening, alleen kabels die beschadigen een beetje je arm, maar de pomp is echt heerlijk. Hoeveel? Hoe vond jij hem? Ik heb hem 28. 28? Is goed. Laat maar zien. Per kant, hè? Nee, je hebt hem. 1. 2. Sterk man. 3. Controle, hè? Hou je schouder laag. Ja, en stop maar. 8 stuks. Netjes. Oh, nice, 10. Die set was zwaar. Door naar de flies en daarna nog de push-up. Want de push-up doen we vandaag extra, want ik had een post gezet op Instagram. Als mijn bericht zoveel aantal likes haalt in 5 minuten, zoveel push-ups moest ik doen. En eventueel Mark, en Mark doet ook mee. Dus we gaan push-ups doen als extra oefening, maar eerst de flies. I can fly. Ik zorg dat mijn schouders goed naar achteren staan en Mark die let ook gewoon heel erg mooi op de uitvoering. En zoals je misschien al net zag met de gewichten, hij pakt hem zwaarder dan ik. 5 kilo, stoeltje omhoog, 12. Ik probeer echt mijn schouders mooi naar achter te houden. Ik heb dus ook dat ik wat meer op het puntje van mijn stoel zit. Zo creëer ik wat ruimte. En dit ziet er natuurlijk niet erg gezond uit, want je hebt een beetje een holle rug. Maar in principe, je krijgt niet van een kant zwaarte. Dus laten we zeggen, de zwaartekracht komt niet keihard op je onderrug. En op deze manier is het dus makkelijker om die retractie te krijgen. Wat echt belangrijk is om vol die borst aan het werk te zetten. Push-ups. 116 stuks en ben benieuwd man of we het halen. Natuurlijk wel. We'll be right back.
Vanaf 100 hadden we afgesproken om 4 keer 4 herhalingen te doen om die 116 aan te tikken. Ja toch? Challenge succesvol. 116. Door naar de triceps. Dit is de belangrijkste tricep oefening die er is. En je hebt meerdere varianten. Je kan hem ook met een kabel doen. Want we kwamen erachter dat Mark hem niet zo heel erg prettig vond. Hij kwam iets minder diep. En dat ligt aan je rugspier ook. Want ja, niet iedereen is gewoon even lenig. En Mark is weer bij het ene punt beter. En zo verschilt dat. En het is wel belangrijk om dus lenig te zijn. Want dan kan je een grotere range of motion maken. En dan spreek je meer spiervezels aan. Dit is vooral voor de long head of the tricep. Je grootste kop. Easy. Hier zie je mijn trainingsschema. Het is niet meer het mooiste papiertje. Dat komt ervan als je hem altijd in je tas hebt zitten. 15 herhalingen, 22,5 kilo. Ik gebruik de kabel plus de rope. En om op het bankje te komen kost best wel wat moeite. Ik wou het in mijn eentje kunnen. Want als ik niet met iemand train, dan moet je het ook kunnen. Zometeen geef ik hem wel aan Mark aan. En dit vind ik echt een hele fijne oefening. En natuurlijk, het kost wat ruimte en tijd om hem neer te zetten. Maar een decline bankje spreekt beter die kop aan. En het is fijner voor je elleboog. Ellebogen hier. Ja, en nu alleen strekken. Nee, je verplaatst je bovenarm iets meer. Daar. Ja, en nu strekken. Boom. Ja, en verder zakken. Verder, verder, verder. Probeer je bicep aan te spannen. En hoe vond je de training? Slopend, maar dat is juist de bedoeling toch? Dat was de workout en de push-ups als extra waren best wel pittig, maar we hebben het overleefd. Ben je nieuw op mijn kanaal, kan je abonneren onder deze video en ik hoop je weer gauw terug te zien in mijn nieuwste video. Spannend. Voor de tunnel.